Straks in het Sportjournaal aandacht voor de voorbereiding van het Nederlands elftal op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Voor volleybal het vertrek van de Nederlandse heren naar Japan, waar een zeer lucratief toernooi wordt gespeeld. En voor tennis de Masters voor vrouwen in New York. Dus alles ziet u het komende uur en twee vandaag om ongeveer 6:50 het uitgebreide weerbericht. Maar nu eerst is hier het 6:00 journaal en dat wordt gepresenteerd vandaag door Elke van Doorn. Portugezen kritisch over Martin Air-bemanning. Coalitie verdeeld over asielzoekers. En zwendel met vrachtwagens achterhaald. Goedenavond. Slecht weer blijft de belangrijkste oorzaak van het vliegtuigongeluk in Faro 2 jaar geleden. Maar daarnaast zijn de luchtvaartautoriteiten van Portugal ook behoorlijk kritisch over de bemanning van het Martin Air-toestel. In het vandaag officieel gepubliceerde rapport uit Portugal worden vragen gesteld over de keuzes die werden gemaakt bij het landen onder zulke moeilijke omstandigheden. Een van de grote rampen uit de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis vond hier zijn voorlopig einde. Het leed van nabestaanden en overlevenden zal er niet door worden weggenomen. Zeker niet omdat in het Portugese rapport nogal wat kritische opmerkingen worden gemaakt over de bemanning van Martin Air. Kritiek die tot vanmiddag niet bekend was bij de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart. Volgens de Portugezen was de bemanning te passief vlak voor de landing. Als je de afloop weet, dan weet je ook wat er had moeten gebeuren. Over de stabiliteit of de onstabiliteit van de approach verschilt overigens de Raad van de Luchtvaart weer met de Portugese zijde. Dat het een ruwe nadering als gevolg van de weerssituatie is zeker. Portugezen zeggen eigenlijk dat er al doorgestuurd moeten worden. Dat hebben ze zo niet geconcludeerd. Ze beschrijven een situatie waar je die conclusie uit kunt trekken. Ja, precies. Zo staat het er wel. Maar laten we zeggen, er staat niet onder die omstandigheden had je door moeten starten. Het staat er anders. Maar dat is het risico van delen uit een rapport met elkaar bespreken. De Raad voor de Luchtvaart onderschrijft dus nog niet dat een doorstart beter was geweest. Wel ondersteunt de Raad de volgende Portugese aanbevelingen. Voor Martin Air, de automatische piloot niet gebruiken bij slecht weer. De gezagvoerder moet dan zelf landen, niet de co-piloot. En bemanning beter trainen in omgaan met valwinden. De aanbevelingen voor het vliegveld Faro zijn verlichting aanleggen voor naderende vliegtuigen, verkeerstoren uitrusten met windmeters en een studie uitvoeren naar valwinden. De uitkomst van vanmiddag was ook van belang voor eventuele schadeclaims van nabestaanden en overlevenden. Hun advocaten waren dan ook hier. En zij hoorden ook voor het eerst vanmiddag over de Portugese kritiek op de Martin Air-bemanning. Dat is inderdaad voor ons een nieuw gegeven. Wij zijn er tot dusver van uitgegaan, want nu bedoelt u op de autotrottel, op de automatische gashendel. Wij zijn ervan uitgegaan dat die installatie van A tot Z, van begin tot eind, aan heeft gestaan, zoals ook het voorschrift is. En dat de co-piloot niet heeft ingegrepen in dat proces. Wij lezen nu in het rapport dat anders dan wij dachten dat wel zo is. Op een hoogte van ongeveer 75 meter heeft de co-piloot in dat proces ingegrepen toen die in stationair stand stond. Overlevenden en nabestaanden overwegen, nu het rapport openbaar is gemaakt, een schadeclaim in te dienen bij de Portugese staat. De verkeerstoren van Faro beschikt niet over voldoende instrumenten om de bemanning van verkeersvliegtuigen op een juiste manier van de weersomstandigheden op de hoogte te stellen. Wanneer die informatie was doorgegeven, dan zullen wij onderzoeken in hoeverre het dan nog mogelijk was geweest dat de piloot een doorstart zou hebben gemaakt. Juist is dat die informatie niet is doorgegeven. En waarom is die niet doorgegeven? Omdat het knopje dat aangaf dat de meter bediende waarop deze informatie op stond, stond op een verkeerde renbaan runway geschakeld. De Portugese luchtvaartautoriteiten zeggen in hun rapport dat de bemanning van de verongelukte DC-10 onder deze slechte weersomstandigheden beter een doorstart had kunnen maken. Maar Martin Air zegt dat het hiervoor te laat was. Het ongeval heeft plaatsgevonden op 07:53:58 om precies te zijn. Ja? Daarvoor, op een bepaalde, 3 minuten daarvoor, een Boeing 767 geland.
En met andere woorden, deze gezagvoerder, die normaal, zonder zelfs dat er een instructie op een gegeven moment over hoeft gegeven worden, die is er wel, zou onmiddellijk op een gegeven moment de toren gewaarschuwd hebben voor abnormale omstandigheden. Dat heeft hij dus niet gedaan, want dat was normaal. Slechts 3 minuten ervoor. Je moet je voorstellen hoe all of a sudden dit gekomen is. 2 jaar lang is er gewacht op dit officiële eindrapport. Het zou een eind moeten maken aan alle onzekerheid over de oorzaak van de ramp. Maar nu de Portugese autoriteiten en de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart zo verschillend oordelen over belangrijke onderdelen van de ramp, is die onzekerheid nog lang niet ten einde gekomen. En dan gaat het vooral over de cruciale rol die de bemanning gespeeld heeft in de laatste momenten voor het ongeluk. Met dit eindrapport is er nog lang geen einde gekomen aan de nasleep van de Faro-ramp. De 13-jarige jongen die afgelopen zomer in het Limburgse Susteren een kleuter doodde door hem opzettelijk onder water te houden, is door de rechtbank in Maastricht naar een gesloten inrichting gestuurd. De rechtbank achtte bewezen dat de jongen de 5-jarige kleuter met opzet heeft mishandeld, met de dood als gevolg. De jongen moet tot uiterlijk zijn 21ste in therapeutische behandeling blijven. Hij had de kleuter in een zwembad in Susteren herhaaldelijk ondergedompeld. Het kind overleed een dag later aan het opgelopen letsel. Volgens deskundigen was de dader verminderd toerekeningsvatbaar. Helmut Kohl is opnieuw beëdigd tot bondskanselier van Duitsland. Bij de stemming vanmorgen in de Bondsdag kreeg Kohl de steun van 338 parlementariërs. 1 meer dan de vereiste 337. Dat betekent dat 3 leden van zijn CDU-FDP-coalitie tegen Kohl hebben gestemd. Een duidelijk opgeluchte bondskanselier nam na afloop van de stemming de felicitaties van zijn collega's in ontvangst. 18 landen in Azië en rond de Stille Oceaan, waaronder Amerika, Japan en Australië, gaan een vrijhandelszone vormen. Dat hebben de leiders van de landen, verzameld in de APEC, op een conferentie in Jakarta besloten. Het vrijhandelsgebied is goed voor 40% van de wereldhandel. Na afloop van de bijeenkomst wil de president Suharto niet ingaan op de kwestie van de mensenrechten op Oost-Timor. Maar later verklaarde president Clinton dat het volk van Oost-Timor recht heeft op meer zeggenschap over hun eigen zaken. De Paarse coalitie is verdeeld geraakt over de opvang van asielzoekers. En opnieuw is het wetsvoorstel Veilige Derde Landen inzet van het conflict. Staatssecretaris Schmitz van Justitie kwam gisteren met een wetswijziging tegemoet aan kritiek van Partij van de Arbeid en D66. Maar de VVD verwerpt die wijziging. Wrevel binnen Paars. Net zoals vorige maand zijn de 3 regeringspartijen het hardgrondig oneens over het wetsvoorstel Veilige Derde Landen. Dat wetsvoorstel moet de uitzetting versnellen van asielzoekers die via een veilig derde land, bijvoorbeeld België of Duitsland, naar Nederland komen. Het kabinet wilde oorspronkelijk deze groep asielzoekers meteen terugsturen. Maar na kritiek van PvdA en D66 kwam staatssecretaris Schmitz met een wijziging. Asielzoekers die via een veilig derde land Nederland binnenkomen, behouden daardoor het recht om een asielaanvraag in te dienen. En ze mogen dus ook in beroep gaan tegen een beslissing. Volgens de VVD is die wijziging in strijd met het regeerakkoord. De fractie van de VVD vindt dat de kern van het voorstel eruit is gehaald. En dat is voor ons toch wat teleurstellend. Ja, u vindt nu dat het wetsvoorstel geen zin meer heeft? Nou, zover wil ik niet gaan, maar wij denken dat hierdoor de toestroom naar Nederland toch gestand blijft. En dat was niet de bedoeling van dit wetsvoorstel. Wij wilden juist harmonisatie van wetgeving in Europa, zodat wij ons aan kunnen sluiten bij de landen als Duitsland en België. Ik geloof niet dat ik het met de VVD eens kan zijn. Wij hebben met het regeerakkoord afgesproken, er komt een wet veilige derde landen. Nou, die komt er ook. Maar dan wel op zo'n manier dat het zorgvuldig gebeurt. En dat er uiteindelijk geen juridische ongelukken gebeuren die het hele opvangsysteem niet effectiever maken, maar minder effectief. En wij dachten dat dat dreigde. Oppositiepartij CDA wil dat het wetsvoorstel in zijn oude vorm wordt hersteld. De politie van Noord-Brabant heeft een grootscheepse internationale zwendel met gestolen vrachtwagens achterhaald. Vanmorgen zijn bij huiszoekingen in Nederland, Frankrijk en België talloze vuurwapens, personenauto's en bedrijfswagens in beslag genomen. In het buitenland zijn enkele verdachten aangehouden, in Nederland nog niet. Het was bij toeval dat de politie de diefstallen van de bedrijfswagens op het spoor kwam. Een keuring in april. Door de weg van de gestolen bedrijfsauto terug te volgen, ontdekte de recherche veel meer gevallen die zo'n verbinding met elkaar hadden dat bij het natrekken van de gegevens een heel netwerk van diefstal en fraude zichtbaar werd.
Het gaat om een behoorlijk omvangrijke internationale bende die dus op grote schaal opereert. In Frankrijk werden de wagens gestolen, vervolgens van een nieuw kenteken voorzien en hier in Nederland weer doorverkocht aan mensen die dat niet in de gaten hadden. Vandaag deed de politie invallen, hier in Best, maar ook in Uden, Volkel, Veldhoven, Valkenswaard en Urmond en in het buitenland. Hamond in België en Nice en Avignon. Dat is een hele grote organisatie, lijkt mij. Ja, een forse organisatie. In Best nam de politie naast vuurwapens ook 22 bedrijfsauto's in beslag. Vooral van het merk Iveco. Die worden sinds 1993 veel in Frankrijk gestolen. En wel op zo'n schaal als niet eerder is voorgekomen. De politie vermoedt dat het bedrijf in Best de hoofdrol speelt. Maar er is vandaag nog niemand aangehouden. Het onderzoek zal zich concentreren op 8 verdachten. Die dan uiteindelijk ook waarschijnlijk zullen worden aangehouden. Zijn het bekenden van de politie? Een aantal wel. Alle gestolen en in beslag genomen vrachtauto's zijn vervoerd naar het politiebureau in Den Bosch. Om te dienen als bewijs en om uit te zoeken wie de rechtmatige eigenaar is. D66 en Partij van de Arbeid houden bezwaren tegen het langer openhouden van de kerncentrale in Borselen. Dat bleek ook vandaag weer in het debat in de Tweede Kamer. D66 is nu op zoek naar een compromis, een beperktere modernisering, zodat de centrale maar tot 2004 open hoeft te blijven. En minister Weijers van Economische Zaken lijkt hier wel iets voor te voelen. Een brave, maar wel opvallende actie van Greenpeace vanmiddag voor het gebouw van de Tweede Kamer. Borselen dus. Daarover wordt op dit moment weer gedebatteerd. Het eerste echte politieke probleem voor het kabinet. De regeringspartijen zijn verdeeld en D66 steunt de eigen minister, Weijers, niet. Het conflict rond de kerncentrale van Borselen laat vrij zien wat er gebeurt als er een onderwerp ter tafel komt waarin het regeerakkoord niet voorziet. De coalitie wordt onmiddellijk radioactief en dreigt tot in de kern te splijten. D66-minister Weijers van Economische Zaken wil de centrale in Borselen tot het jaar 2007 openhouden. De investering voor de noodzakelijke modernisering van de centrale is rendabel als Borselen tot 2007 in gebruik blijft. D66 vindt dat 3 jaar te lang. Wat ons betreft zouden die moderniseringen samen moeten gaan met een levensduur die niet verlengd wordt, maar die stopt in 2004 zoals dat afgesproken was. De SEP heeft voor ons niet voldoende kunnen onderbouwen dat een levensduurverlenging met 3 jaar absoluut noodzakelijk is. D66 heeft een compromis in de aanbieding. Moderniseren mag, maar als het economisch rendabel is en de centrale toch in 2004 dichtgaat. De PvdA gaat veel verder. Dat gelet op de keuze die het kabinet en de sector ons hebben voorgelegd. Het is of investeren in meer veiligheid, maar dan moet die langer open zijn. Of het is niet investeren erin en dan moet die sneller dicht. Dat daar geen tussenweg in zit, dat in die keuze wij kiezen voor een vervroegde sluiting van de kerncentrale. Het debat duurt nog voort. De afloop is onzeker, al lijkt het kabinet wel te voelen voor een compromis. De toekomst van Borselen blijft echter nog onduidelijk. Met de tentoonstelling Expressionisme in Nederland van 1910 tot 1930 viert het Singer Museum in Laren de heropening van het gebouw. Het museum in Gooise landhuisstijl is door de verbouwing een moderne tentoonstellingsruimte geworden, waar ruimte en vooral licht de boventoon voeren. De Spaanse danseres van Jan Sluiters, het schilderij dat hem begin 1900 zijn rijkstoelage kostte, is de blikvanger op de gevel van Singer. De wellustig dansende vrouw met haar enorme boezem werd gezien als een vals streven naar gewild nieuwe kunstvormen. Laren en het Gooi hebben al meer dan 100 jaar een band met kunstenaars. Ook Sluiters werkte hier een paar jaar. De verbouwing van het Singer Museum heeft 6,5 miljoen gulden gekost. Het meest kostte de aanpassing van de daglichtzalen. Er is inderdaad veel meer ruimtelijk gevoel gecreëerd dan er vroeger was. De tentoonstelling Expressionisme in Nederland 1910-1930 brengt voor het eerst alle facetten van die stroming bij elkaar. De sombere kleuren van de Bergense kunstenaars naast de felle kleuren van Herman Kreide. En natuurlijk de meer individualistisch werken zoals van Charlie Thorop. 120 schilderijen, beelden en grafiek, allemaal te zien bij daglicht. Op het dak zijn automatisch beweegbare lamellen aangebracht die het licht bij bijvoorbeeld helder zonnig weer geruisloos kunnen temperen. Alle kleur is uit het gebouw gehaald om de aandacht te kunnen concentreren op waar het om gaat. De kunst.
Het weer nu met Erwin Krol. Ook dat is een kunst op zich, maar dan bewegend. U heeft dat vandaag gezien, heel ander weer dan gisteren. En dat houden we nog 24 uur vol. Met vanavond en vannacht een enkele bui, vooral in het noorden en in het midden van Nederland. Het wordt een graad of 6 gemiddeld aan zee, 9. En het blijft nog steeds hard waaien. Morgen overdag weer net zoiets als vandaag. Stapelwolken, af en toe zon er tussendoor. En dan vooral in het midden en de zuidelijke helft van Nederland. Want in het noorden daar zal nog steeds een enkele bui vallen. In de middag dan gaat de wind liggen. En daarbij wordt het een graad of 11. En een toelichting op dit weerbericht, dat krijgt u straks in twee vandaag om ongeveer 6:50. Dit was het 6 uur journaal van dinsdag 15 november. Volgende NOS journaal om 8 uur op Nederland 1. Eerst nu 2 vandaag. Prettige avond. En 2 vandaag gaat door met de achtergronden bij het nieuws. Met vandaag. Unieke serie over Rijksrecherche, het geweten van Nederland. En een verslag van een staatsgreep van binnenuit. Maar we beginnen met een unieke serie.